De Herman van Sprengel Diamond is aan haar 27e editie toe en staat net als vorig jaar op de kalender van de Lotto topcompetitie voor nieuwelingen. Voor de koers wordt elke fiets door de jury nog eens extra onder de loepen genomen om te kijken of de renners met het juiste verzet starten, maar iedereen passeert vlot de keuring. De nieuwelingen worden bij een manche van de topcompetitie onderverdeeld in provinciale selecties en vandaag werd daar nog een selectie uit Zuid-Holland aan toegevoegd. De gele leiderstrui hangt om de schouders van Pieter van de Water, die met de omloop van het Haspengouw de eerste manche van de topcompetitie op zijn naam schreef. Het palmares van de Herman van Sprengel Diamond kleurt vooral Belgisch met in de laatste 10 jaar overwinningen voor onder andere Guillaume van Kersbulk, Boris Vallée en Enzo Wouters. Vorig jaar haalde Robbe Gijs het na een beklijvend duel met Cédric Beulens in de laatste kilometer. Het parcours is 80 kilometer lang en starten doen we in Duffel. Via Lier, Berlaar en Herenthout gaat het naar Grobbendonk, thuisstad van Herman van Sprengel himself. Daarna gaat het in rechte lijn naar Vorselaar, waar de renners nog 5 plaatselijke ronden van bijna 7 kilometer moeten afleggen. Onderweg kunnen de renners zich nog uitleven in 3 knelspurten. Om 2:15 gaan de renners voeten van de grond in de Handelstraat voor het officiële vertrek langs de Neten. Het peloton is 151 man sterk en voor één daarvan ligt de prachtige diamant van de Herman van Sprengel Diamond te wachten aan de aankomst in Vorselaar en weten we meteen of deze Pieter van de Water in het geel blijft. Bij de nieuwelingen wordt er van bij de start nooit geaarzeld en eens de motor van Radio Tour-informant Paul Herreigers afstand neemt, gaan ook een aantal renners meteen op de trappers staan. Jentel Beekaert van cyclingteam Avia Krabbe Westhoek wil die gewoonte in stand houden en steekt meteen het vuur aan de lont. Zonder echt weg te raken inspireert hij zijn collega's wel om er een harde en snelle koers van te maken en dat laat zich ook merken in de achterste gelederen van het peloton. Vorig jaar werd deze wedstrijd nog ontsierd door een neutralisatie na een massale valpartij in de eerste kilometers. Vele renners wilden de gevaarlijke dans maar al te graag ontspringen en de drang naar voren is bij een groot deel niet te stoppen. De nervositeit staat meteen op een hoog pijl en daardoor regent het versnellingen en ontsnappingspogingen. En die komen niet van de minste. Onder andere Sascha Weemaas, Belgisch kampioen op de weg en in het tijdrijden, geeft er meteen een fameuze snok aan. In het peloton is het alle hens aan dek en moeten de zeilen worden bijgezet. Weemaas, die uitkomt voor het wielerteam Waasland, ziet het peloton terugkomen en het nutteloze van zijn poging in. Achteraan het peloton zien we dat het voor een aantal jonge mannen een heel moeilijke wedstrijd wordt. Zeker als ook de felle wind haar kop opsteekt in de open vlaktes. Wie hier moet terugkeren naar pech, heeft dus al een flinke cartouche verschoten. Aan de overweg in Berlaar probeert Brent van Moer, ook al van wielerteam Waasland, weg te rijden. In zijn zog gaat Stijn de Molder van de Koninklijke Balen BC in de achtervolging. Deze Brent van Moer heeft dit voorjaar al een overwinning op zijn naam staan. Hij was begin vorige maand de beste in Opwijk. En ook deze Stijn de Molder weet wat winnen is. Hij was de beste in Nieuwrode en kroonde zich eerder deze week tot Antwerps kampioen tijdrijden bij de tweedejaarsnieuwelingen. Eens de Molder aan het wiel zit van Moer, is de ontsnapping meteen voorbij, want ook het peloton maakt aanzetting met het duo. Achteraan maken renners van de windstilte gebruik om terug aan te sluiten. Van windstilte hebben ze in Nederland nog niet gehoord en dat laat Martin Pluto van de Zuid-Hollandse selectie ook eventjes merken. Met een stevige demarrage neemt hij al snel 30 meter voorsprong op de voorste gelederen van het peloton, waar ze in volle voorbereiding van de knelspurt zitten. Pluto blijft het peloton voor en neemt de 8 punten. De snelle Thibaut Verhofstadt wordt tweede voor Ruben Apers. Martin Pluto zet door en hij verzamelt 8 seconden. Even later krijgt hij het gezelschap van 3 slegers van Sport en Moedig Genk. Op de teller staan intussen slechts 15 kilometer. Bij slegers heeft het snelle koersbegin weinig of geen sporen nagelaten. Met de handen losjes bovenop het stuur wil hij samen met Pluto afstand nemen van het pak. Hij maant zijn Nederlandse medevluchter aan over te nemen, maar voor Pluto is het voorlopig vooral harken om bij slegers te kunnen blijven. De ontsnapping gaat uiteindelijk niet door en aan de brug over de Neten worden de 2 gegrepen. Tijd is voor een nieuwe aanval. Aan het front van de koers krijgen we 7 nieuwe leiders. We herkennen onder andere de bolletjestrui van Merten de Wever, de leider in het bergklassement, en ook Senne de Loof, Thibaut Neves, Jentel Beekaert, Lennart Tange, Laurens Huis en Simon Renard zitten in deze kopgroep die al snel 9 seconden neemt. Wegraken doe je alleen maar als je goed ronddraait en de 7 vinden al snel de goede organisatie. Het drietal Driessen, Van Born en Sarneels probeert in de achtergrond de kloof te dichten, maar ook het peloton is niet ver en de achtervolgers zijn een vogel voor de kat.
Belgisch kampioen Sascha Weemaas bekijkt het even rustig vanuit de achterste regionen van het peloton. Het cliché zegt dat wie nog oog heeft voor de camera, nog niet aan het eind van zijn Latijn is. Weemaas, die vorige week nog de beste was in Beverwaas, steekt zijn bloedvorm dus nog even weg voor de concurrenten. De zeven rijden ondertussen herentals binnen. Ondanks de uitstekende samenwerking bedraagt de bonus amper 10 seconden. De koplopers rijden zich Lazarus en plooien zich dubbel over het stuur. Maarten de Wever kan vandaag geen extra wegpunten verdienen, maar hij wil maar al te graag een verlengstuk breien aan zijn winst van vorige week in Kortemark-Edewalle. Ook Laurens Huis, die deel uitmaakt van de Henegouwse selectie en rijdt voor Royal Vuursport Perrouet-Burie, doet een flinke duit in het ontsnappingszakje. Net als deze Senne de Loof van APD Spie Doeterlogne Cycling Team. Maar opboksen tegen een jagend peloton is geen sinecure. En na een ontsnapping van 7 kilometer zit de escapade van de zeven erop. Op de voorposten zien we de gele trui van Pieter van de Water. En we vroegen hem of die trui een extra motivatie is om vandaag weer mee te spelen voor de zege. Oh ja, motivatie zeker. Het gevoel dat je beter wordt. Je traint harder. En dat je zeker nu goed presteert. Dus motivatie zeker, ja. Hoe heb je die overwinning gevierd eigenlijk, 2 weken geleden? Ja, ik was ook jarig, dus een feestje was er zeker. Dus ja, was zeker plezant, hè. Er is nog een bijkomende motivatie, want jij rijdt vandaag een beetje een thuiswedstrijd. Ja, ongeveer wel. Hier is redelijk ver, maar Vosslaar is maar 20 kilometer van thuis. Dus motivatie, weer al iets meer dan, hè. Van de Water komt uit voor de Antwerpse selectie van Dirk Avels. De Antwerpenaren zijn vandaag alvast numeriek in het voordeel. Ja, dus ik heb gemerkt dus dat we met 38 zijn. Natuurlijk, dat is wel eens een voordeel, denk ik. Hè. Dus, nee, als je weet dat we ongeveer een 160-tal deelnemers hebben, dus dat is bijna 1/4, dus dat Antwerp kleurt. In jullie selectie zitten met Stijn de Mulder en onder andere ook Pieter van de Water toch al een aantal jongens die hebben gewonnen. Dat is goed voor het vertrouwen, denk ik. Ja, ik denk dat ook. Hè. Dus we zijn hier in de streek, ja, de Kempen. Hè. Dus Kasterlee is eigenlijk niet zo ver weg van Vorselaar. Dus we hebben dan de gele truidrager. Hè. Dus Pieter van de Water. Wouter van Ende. Ik denk wel dat die jongens vandaag zich in de kijker gaan fietsen. We zagen net voor het interview dat Michiel Offermans de aanstoker was van een nieuwe vlucht. Bij het binnenrijden van Grobbendonk krijgen we 10 leiders. Naast Offermans hebben we ook nog Alec van Donink, Gilles Dijgeren, Niels de Vriend, Niels Doge, Thibaut Verhofstadt, Tim Timmermans, Alessandro van Dromme, Laurens Heijs en daar is hij weer, Martin Pluto. Bij het oversteken van de brug over het Albertkanaal bedraagt de voorsprong 15 seconden op het peloton, dat natuurlijk een aardig mikpunt heeft. We zijn bijna halverwege de wedstrijd en zetten nu koers naar het Astridplein in het Grobbendonk van Herman van Springel voor de tweede knelspurt. En die spurt wordt gewonnen door de pijlsnelle Thibaut Verhofstadt van Isorex Cycling Team. Hij haalt het voor Pluto en Huis. Bij het buitenrijden van Grobbendonk is de voorsprong van 14 seconden helemaal niet geruststellend te noemen en al zeker niet wanneer Sascha Weemaas zich aan de kop van het peloton heeft gezet. Net als in het begin van de wedstrijd trekt hij stevig door. Zo zet hij wel de deur achteraan het peloton helemaal open, maar doet hij stelselmatig seconde per seconde van de achterstand af. De leiders rijden Vorselaar binnen met een voorgift van enkele luttele seconden en in de kopgroep horen ze de alarmklokken al luiden. De ontsnapping zag er veelbelovend uit, maar net voor het ingaan van de plaatselijke ronden komt er een algemene hergroepering. Het zal u niet verbazen dat er in het eerste wedstrijduur bijna 44 kilometer werd afgelegd. De plaatselijke ronden maken een uitje naar de lokale natuur. Zo lijken de bosklassen voor de nieuwelingen dit jaar in april te vallen. Maar er wordt natuurlijk nog steeds gekoerst. Manu Stopen kiest in de eerste plaatselijke ronde het Hazenpad en in zijn zog volgen Frits Konings, Ruben Apers en Steve Arnoux. Met Konings van Team Hoboken en Stopen van de Kastelse Durvers vertegenwoordigt Antwerpen de helft van de kopgroep. Ruben Apers is een ploegmaat van Konings, maar hij komt uit voor Oost-Vlaanderen en West-Vlaming Arnoux rijdt in de kleuren van Koninklijke Brugse Velosport. Manu Stopen is de enige vooraan die dit jaar al heeft gewonnen. Hij pakte de zege in Staden en Rotselaar en is dus een gevaarlijke klant. Zijn medevluchters zijn nog op zoek naar hun eerste bloemenruiker en nemen vlijtig over. In de achtergrond is een heel bedrijvige Laurens Huis in de tegenaanval gegaan. Hij volgt op 11 seconden. Het peloton op 18. En ook groene trui Jasper Philipsen is ondertussen weggesprongen uit het peloton.
Philipsen komt aansluiten bij huis, maar het achtervolgende duo ziet de koplopers wegrijden tot 20 seconden. Het verschil tussen het peloton en Huis en Philipsen bedraagt slechts 5 seconden. Er komt nog een vijftal aansluiten bij het achtervolgende duo, maar het peloton kent geen genade en achter de leiders komt alles weer samen. De vier zitten nu op een kilometer van het einde van de eerste ronde en de machine loopt nog altijd goed gesmeerd. Aan de rechterkant van de weg worden ze ondertussen vrolijk bedankt om zich aan de snelheidslimiet te houden. Ondanks het hoge tempo in het peloton blijft de voorsprong status quo, 22 seconden. De organisatie achter de leiders is zoek. Naast de wind steekt ook de nervositeit de kop op en hier en daar wordt onbeslist aangevallen. Het duo dat wel afstand kan nemen van het peloton luistert naar de namen van Ide Schelling van de Zuid-Hollandse selectie en Jentel Beekaert die ook in het begin van de wedstrijd actief was. Het tweetal volgt op 20 seconden van de vier leiders, het peloton op 25. De twee zien de koplopers rijden, maar het is een strijd van hard tegen onzacht en ook de wind blaast nu vol op kop. Beekaert en Schelling komen wel iets dichter, maar uit de greep van het peloton blijven blijft een aardsmoeilijke klus. Robbe de Buik komt even aansluiten, maar al even snel komt de groep terug. Beekaert probeert dan nog eens op zijn eentje, maar ook dat is verloren moeite. Met Stopen, Konings, Arnoux en Apers zitten we nu op 15 kilometer van de finish. In het peloton komen steeds weer dezelfde namen naar voren. Nu zijn het weer Beekaert en Huis die samen met Sébastien Grignard van Royal Velosport Purewey-Bury naar kop van de wedstrijd proberen toe te rijden. Huis maakt vandaag een ongelofelijke indruk, maar lijkt met zijn krachten te woekeren. Het tempo ligt zo hoog dat we vooraan Steve Arnoux kwijtspelen, maar de kopgroep krijgt even later wel versterking van twee andere mannen. Voor Beekaert en Grignard gaat het net iets te snel, maar Laurens Huis en Jasper Philipsen kunnen vooraan wel aansluiten, zodat we nu met 5 in de spits van de wedstrijd zitten. De drie overgebleven vluchters schrikken wel een beetje van de plotse versterking, maar Philipsen heeft geen tijd voor een kennismaking en houdt het tempo hoog. Het is ook met deze 5 dat we naar de derde en laatste knelspurt gaan. Die ligt op 2 ronden van het einde en het wordt nog een sprint op het scherp van de snee. Philipsen verdedigt zijn leidersplaats in het knelpuntenklassement met hand en tand, maar moet toch de duimen leggen voor Apers en Stopen. Op een groot scherm aan de aankomst kunnen de kijklustigen ondertussen genieten van de finale van Parijs-Roubaix, waar twee mannen in het groen de race kleuren. En ook in deze wedstrijd is het groen vertegenwoordigd in de persoon van Jasper Philipsen. Hij verzamelde vandaag 8 punten in de knelspurten en behoudt dus zijn groene leiderstrui in de topcompetitie. Na de knelspurt vinden de leiders elkaar goed in de samenwerking en ze lopen ze met nog 10 kilometer voor de boeg uit tot 15 seconden. Het perfecte recept voor een succesvolle ontsnapping is een uitstekende samenwerking in de kopgroep en een peloton dat laat begaan. En aan dat laatste schort het wat. Want je kan niet alle dagen een mooi diamant als trofee naar huis meenemen. Vooraan is Huis misschien wel de bedrijvigste, maar Philipsen oogt zonder twijfel de frisste. Maar ook in het peloton zitten nog een aantal frisse mannen die op hun sprint kunnen rekenen. Nog 1 ronde scheiden de renners van de finish. Ondanks het beukwerk van het peloton hebben de leiders nog 17 seconden voorsprong voor 6,7 kilometer. Alles lijkt dus te gaan gespeeld worden in de allerlaatste lus om en rond Vorselaar. En het gaat loeiend hard. Over een afstand van 700 meter hebben de koplopers 7 seconden moeten toegeven op het peloton. Het blijft dus nog steeds het spel van de kat en de muis. Nog zo'n rennerscliché is dat omkijken nooit goed is. Huis doet het toch en ziet dan een leger hongerige leeuwen op zich afkomen. Hij en de 4 medevluchters beseffen dan al wat het een verloren zaak is, maar ze weigeren zich te snel neer te leggen bij de overmacht die het gat natuurlijk nog moet dichtrijden. De sterkste twee in koers zijn Philipsen en Stopen. Op 2 kilometer van de meet versnellen ze uit de kopgroep in de hoop om met een koppeltijdrit toch uit de greep van het peloton te blijven. Ijdele hoop zo blijkt, want in de laatste hectometers komt alles samen. De massasprint is een kolfje naar de hand van Bert Bonne, die met een fietslengte voorsprong de concurrentie een flinke neus zet. Bonne haalt het voor Wouter van Ende en Stijn de Mulder.
Hij doet zijn verhaal voor de camera. Goh ja, ik zat eigenlijk afhankelijk een laatste kilometer in het wiel van Sascha Weemaas. Dat ik wist dat hij zeer explosief was. Maar ze kwam dan allemaal van links en van rechts, waardoor ik ingesloten zat eraan. Dus het was even wel nerveus worden. Ik zet het dan aan en ja, ik kon het zelf eigenlijk niet geloven. En ik durfde mijn hand niet in de lucht te, want ik dacht dat er zelf nog voor waren. Dus. Wanneer heb je beseft dat je werkelijk voor de overwinning kon sprinten? Want er was al een groepje van 5 vooraan met 20 seconden voorsprong in die laatste ronde. Ja, ik wist het eigenlijk niet dat het voor de overwinning was. En eigenlijk nadat ze dat in de micro en afroepen, heb ik pas mijn handen in de lucht gestoken, want het was zeer nerveus en ja, ik wist het echt eigenlijk niet. Sascha Weemaas heeft zich vandaag enkele keren getoond, maar ook hij kon de forsing niet voeren in een zenuwslopende wedstrijd. Ja, inderdaad. Minder valpartijen dan vorig jaar, daar was ik al zeer tevreden mee, maar wel zeer hectisch. Vorig jaar was je hier de allerbeste eerstejaarsnieuweling. Heb je een idee waar je vandaag bent geëindigd? Ik denk dat ik vandaag toch misschien 11e ben of zo. Maar ik had het beter verwacht in de sprint veel te vroeg aangezet. En ja, uiteindelijk komt iedereen erover. Er zit niks tegen. Had je op een bepaald moment wel erin geloofd dat het op een spurt zou uitdraaien? En had je daar eigenlijk op gerekend op jouw eindsprint? Op het einde waren er nog een groepje weg. En mijn ploegmaat Michiel van Avermeijeren heeft alles gedaan om dat groepje terug dicht te rijden. En ja, toen we voorbij dat groepje reden, was ik al op kop en dat was eigenlijk veel te vroeg. Was jij vooraf bepaald als de Oost-Vlaamse hoop voor deze wedstrijd? Ja, ik wou wel winnen vandaag, maar tja, ik moet nog veel trainen voor in mijn sprint. Want totaal, wat ik vandaag heb bewezen is helemaal niet goed, zo'n slechte sprint. Dus, ja. Herman van Springel zag Wouter van Ende vandaag tweede worden. Van Ende wordt daarmee wel leider in het algemene klassement van de topcompetitie. Ik zit wel een beetje met dubbele gevoelens. Ik heb nu een trui van mijn maat, van mijn ploegmaat overgenomen. Ik had hier natuurlijk liever gewonnen. Jouw ploegleider zei het al, opletten voor Wouter van Ende vandaag, dat is ook gebeurd. Ja. Zo goed was ik vandaag niet. En ik weet niet wat er allemaal fout is gelopen. Maar het was een heel nerveuze wedstrijd. Ja, dat is waar. Er zijn de hele tijd moeten opletten voor valpartijen en dat er niet gevallen werd en zo. Dus, ja. En het ging dan ook nog eens snel, dus het was echt gevaarlijk. Vertel eens wat over de wind die vandaag toch wel zijn rol heeft gespeeld in de koers. De wind eigenlijk weinig van gemerkt, omdat we de meeste van de tijd wind af hadden naar hier, naar Vorselaar. Dus daar hebben we weinig van gemerkt en daarom ook dat het zo hard ging. Nu, je zegt wel, je hebt die trui afgenomen van je ploegmaat. Het is natuurlijk wel de bedoeling, denk ik, dat je die gaat verdedigen. Natuurlijk, maar ik hoop dat we gewoon met twee heel kort blijven staan in het klassement. En hopen dat hij binnen de ploeg blijft. Voor de ceremonie protocolair wordt Herman van Springel uitgenodigd op het podium. De zevenvoudige winnaar van Bordeaux-Parijs, in het gezelschap van zijn kleindochter, mag de diamant uitreiken aan Bert Bonne, die kan terugkijken op de perfecte sprint. De Herman van Springel Diamond was alweer een wedstrijd op het scherp van de snee. Het laatste woord geven we aan Jan van Gaans, coördinator van deze wedstrijd, die tevreden kan terugblikken. Ik denk dat alles vlot verlopen is. Ik heb nergens via de telefoon, want ik blijf heel de dag in Vorselaar, dus ik heb via de telefoon nergens problemen. Ik heb de federale gehoord, ik heb de mensen die in Duffel aan de start geweest zijn. En ik denk dat iedereen zich aan zijn taak gehouden heeft en dat ook iedereen prachtig heeft meegewerkt. De VIP's zijn meegevallen, de tweer is meegevallen. We hebben een mooie overwinnaar. En ik denk dat dat de doelstelling is van de Herman van Springel, om eigenlijk die wedstrijd, hoe moet ik zeggen, een hoger elan te geven, dat dat eigenlijk de topwedstrijd wordt voor de nieuwelingen over het jaar, elk jaar, ik zal zeggen 2014 nu, 2015 volgend jaar. Maar volgend jaar gaan we zo goed als zeker in Duffel toekomen. Tot slot bekijken we samen met u nog eens de uitslag van de 27e Herman van Springel Diamond. Bert Bonne was vandaag dus de snelste voor Wouter van Ende en Stijn de Molder. Met Jonas van Schaibroek op plaats 4 levert Antwerpen 3 renners in de top 4. Ook Merten de Wever en Sascha Weemaas konden zich ondanks hun grote inspanningen nog plaatsen voor de top 10. Hierin plaatsen waren er ook nog voor Gerben Thijssen, Jens Reinders en Quinten Loris. Tristan Vivé is de beste eerstejaarsnieuweling op plaats 8.